De gevolgen van long-covid zijn zo ernstig. Tijd om beter te begrijpen wat er in het lichaam fout gaat. Ik ben ziek geworden in december 2020. Besmet geraakt met het covid-virus. Een half jaar later zei mijn lijf, jij kan niks meer. Dus ik kwam letterlijk thuis te zitten. En, met veel lichamelijke en ook cognitieve klachten. Waar ik nu mee rondloop is, de spieren in mijn benen en in mijn armen zijn zeer verzuurd, verhard. Inderdaad ben ik heel erg moe. Dus ik moet vaak op een dag rusten, ook tussen mijn activiteiten doorrusten. Ik heb continu een zuis in mijn hoofd, in mijn oor. En ik ben verstrooid. Ik zie wat slechter. Ik heb migraine gekregen. Dus mijn rechteroog is daardoor veranderd qua zicht. Droger geworden ook. De ogen zijn droger. Mijn darmklachten, die ik al wel had, maar die zijn echt verergerd sindsdien. Dat is best wel het rijtje wat ik nu op dit moment dagelijks mee te maken heb. Mijn leven is totaal veranderd. Ik ben helemaal niet meer wie ik ooit was. Ik was een werkende vrouw. Een moeder, alle ballen in de lucht. En dat is nu totaal anders. Ik werk niet meer. De vraag is of ik dat ook überhaupt nog ga kunnen. Het gezin draaiende houden, ja, met ondersteuning. Dus het huishouden, nee, dat kan ik eigenlijk bijna niet meer. Daar krijg ik hulp voor. Afspreken met vrienden, nee, als ik geluk heb en anders moet ik het afblazen op het laatste moment, omdat het gewoon niet lukt. Dus het heeft, om even samen te vatten, een enorme invloed op mijn leven. Ik ben echt niet meer wie ik was. Er zijn heel veel patiënten die last hebben van dit soort symptomen, zoals aangegeven wordt in de reportage. Die zijn inderdaad radeloos. Dat waren mensen die heel goed, heel veel sporten van tevoren, een heel sociaal leven hadden. En opeens zit je op de bank de hele dag. De klachten die horen bij long-covid zijn inderdaad voornamelijk geheugen. Verlies, concentratieproblemen, maar ook heel veel vermoeidheid. De vermoeidheid is echt een specifiek symptoom wat zich voornamelijk voordoet bij deze long-covid-patiënten. Post-exceptionele malaise is een symptoom wat vooral voorkomt bij mensen met long-covid, maar ook gezien wordt bij mensen zoals met ME-CVS, dus chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat is iets heel specifieks waar mensen ziek worden, fysiek ziek worden, van bewegen. Voor heel veel andere chronische ziekten werkt bewegen altijd. Hartfalen, diabetes, longfalen, gaat u vooral bewegen. Maar bij deze mensen werkt dat niet. En dat is iets wat ik als bewegingswetenschapper heel erg interessant vind of intrigerend vind. Omdat dat iets is wat we eigenlijk niet zo goed begrijpen. Waarom worden mensen met long-covid ziek van bewegen? Het onderzoek is dus opgezet in samenwerking met het medische team van het Amsterdam UMC. Zij zagen veel patiënten met long-covid klachten. En daar wilden ze specifiek onderzoeken wat gaat er nou fout bij deze mensen tijdens inspanning. Wat triggert die inspanning nou dat mensen extra klachten krijgen? De vergelijking die we maken is in eerste instantie om te zien wat is er anders in een spier, in het bloed bij mensen met long-covid. Dat betekent dat we een klein stukje spier ter grootte van een rijstkorrel uit het bovenbeen halen. Daar kijken we in wat zijn de verschillen tussen mensen die long-covid hebben, dus lange termijn klachten hebben na covid, en met mensen die wel covid hebben gehad, maar geen lange termijn problemen hebben. Vervolgens vragen we deze mensen om op een fiets te gaan zitten, om te zien wat hun fysieke capaciteit precies is. Maar ook om de post-exceptionele malaise, dus die vermoeidheid, op te wekken. Het opwekken van die vermoeidheid, die zorgt er dus voor dat mensen later, een dag later, een halve dag later, zelfs al de eerste klachten krijgen. De dag daarna komen de mensen terug in het ziekenhuis en nemen nog een keertje een klein stukje spier af bij deze mensen om te vergelijken wat het verschil is voor de fietstest
met de situatie na de fietstest. Om uit te zoeken wat nou precies gebeurt in de spier, in het lichaam, in het bloed bij deze mensen met long-covid. Dus richten we ons specifiek op spierspecifieke veranderingen. En we zien inderdaad wel in de eerste resultaten dat er duidelijke verschillen zijn tussen mensen met en mensen zonder long-covid. Een van de theorieën die we onderzoeken is het ontstaan van microstolsels, microklontertjes. Dat zijn klontertjes die geopperd zijn door buitenlandse onderzoeksgroepen, die wij specifiek willen onderzoeken of dat inderdaad ook voorkomt bij deze mensen. En ook heel specifiek of dat de haarvaten blokkeert. Dat een probleem geeft voor de doorbloeding van de spier tijdens inspanning en dat misschien veranderingen zijn na inspanning. Een andere theorie is dat er misschien virusdeeltjes in het lichaam zijn blijven zitten, die voor deze problemen zorgen. Virusdeeltjes die kunnen cel binnendringen en daar verborgen blijven voor het immuunsysteem. Het immuunsysteem die zorgt ervoor dat virusdeeltjes en bacteriën opgeruimd worden. Op het moment dat een virus in een cel zit, onttrekt die zich van het surveillance systeem van het immuunsysteem. En dat betekent dus dat ze daar ook kunnen blijven zitten en op lange termijn ook daar kunnen blijven hangen. En dus ook nog steeds problemen veroorzaken op een later stadium. Dat die virusdeeltjes iedere keer het immuunsysteem triggeren. En dat er iedere keer het immuunsysteem een klein beetje aangezet wordt en dat het immuunsysteem daardoor continu actief is. En dat kan dus een deel van de symptomen verklaren die we zien bij deze mensen. Als onderzoeker zijnde geef ik puzzelstukjes, om het zo maar te zeggen, van de resultaten die wij zien, van verschillen tussen mensen, over de tijd dat er verandert, geven puzzelstukjes aan de behandelaars. Maar uiteindelijk staat iedereen, alle onderzoekers staan te wachten totdat er ergens een keertje een grote pot geld binnenkomt om te kunnen starten met het beter begrijpen van de ziekte long-covid. Voordat er een pot geld beschikbaar komt voor ons onderzoek, om ons onderzoek verder door te zetten, maar ook andere onderzoeken te starten naar de oorzaken en behandeltrajecten van long-covid, is het denk ik belangrijk om deze patiënten serieus te nemen. Dat er een erkenning komt dat er inderdaad echt iets mis is met deze mensen. En niet dat het tussen de oren zit. Dat betekent dat rust belangrijk is. Die post-exceptionele malaise, dus die ziek worden van bewegen, dat kan op elk moment kan dat voorkomen. Dat kan komen een klein stukje fietsen op een zondagmiddag. Het kan komen als je toch even net iets te veel doet op het werk. Het kan komen doordat je denkt, ik voel me nu weer een beetje beter. Ik ga toch weer even wat doen. Dus mensen moeten zelf heel goed hun grenzen aan. Als patiënten moeten heel goed hun grenzen aangeven. Maar ook is het zo dat als samenleving zijnde, we moeten waken om deze mensen niet te veel te pushen om weer aan het werk te gaan. Om toch weer even toch naar de fysiotherapie, toch iets meer training op te bouwen. Dat kan allemaal te veel zijn voor deze mensen. En daar zou eigenlijk meer erkenning voor moeten komen. Maar ik hoop ook dat er in de gemeenschap, gewoon onder de mensen, ook een ander beeld komt. Want je ziet het niet. Je ziet aan mij niet, hè, als je mij gewoon op straat ziet of spreekt, of dan zou je niet zeggen, nou, die vrouw die heeft van alles onder de leden. Ja, ik hoop toch nog een beetje daar een gezicht aan te geven. Ja, jongens, er is echt wel iets aan de hand. En dat een beetje zichtbaar maken. Ja. Human.